Dan geef ik het woord aan de inspreker als die daar tenminste behoefte aan heeft. U kunt nog reageren op wat er in de eerste termijn is gezegd. Ja, dat heb ik zeer zeker. Meneer Moorlach, die schuift iedere keer de bal naar het Rijk toe. Maar u bent de vertegenwoordiger, misschien via de gemeente, maar wel voor de provincie. En ik vind dat u te weinig zorg hebt gedragen, te weinig onze belangen hebt verdedigd bij minister Kamp. U hebt in die tijd gezegd, er is geen tijd meer, er ligt al een project, hebt u al 2 jaar van tevoren gezegd. We hebben tijd gehad om te overleggen, maar u hebt steeds ons voorgehouden, er is geen tijd meer. Meneer Moorlach, u hebt ons voor een gek gehouden, u hebt het uitgesteld en wij zitten straks met de gebakken peren. En ik heb u eerder gezegd, dat is op zijn minst niet netjes. Ik was eerlijk gezegd even met het volgende agendapunt bezig, van we lopen dus 4 uit. Dus vandaar dat ik er even niet bij was, maar heeft helemaal gelijk. Is er iemand in tweede termijn die hier iets over wil zeggen?